Hallo, ik ben Bob Nijs. Ik ben de vierde burgemeester van Lommel. Ik ben 41 jaar, een papa van twee kinderen, Guus en Giel. Ik ben samen met Anne en wij vinden het fantastisch om in Lommel te kunnen wonen. Waarom vinden we het fantastisch om in Lommel te wonen? Het is een heel uitgestrekte gemeente waar nog plaats is om elkaar te ontmoeten. Mensen kennen elkaar hier nog. Er is eigenlijk een hele grote cohesie tussen de verschillende gehuchten. Lommel kenmerkt zich door hele grote bossen en natuurgebieden. Mensen vinden het heel leuk om hier te komen vertoeven. Je kan hier prachtig wandelen, je kan hier heel goed fietsen, maar ook gewoon komen picknicken. En blijkbaar valt dat bij mensen heel goed in de smaak. Dat vertaalt zich in 1 miljoen overnachtingen, toeristische overnachtingen per jaar in onze stad. En ja, dan zie je dat die toeristen natuurlijk ook alom aanwezig zijn. Zowel in onze natuurgebieden, maar ook op recreatieplaatsen. We hebben verschillende grote speeltuinen voor kinderen, belevingsbossen, speelbossen. Maar ook in het centrum op onze gezellige terrasjes is het elke keer heel plezant om te vertoeven. Ik denk dat we onder ogen moeten durven zien dat we een steeds oudere bevolking krijgen. Ook in onze stad vertaalt zich dat in 20% mensen die ouder zijn dan 65. En dan moeten wij ook durven erkennen dat we in onze levenswandel op een gegeven moment van kortbij of van iets verderaf ongetwijfeld een keer in contact zullen komen met mensen met dementie. En dan hebben we ook de opdracht als stadsbestuur om daarvoor te zorgen. Dat proberen we op verschillende manieren te doen. Enerzijds door die mensen zoveel mogelijk de kans te geven om te blijven deelnemen aan activiteiten in onze samenleving. Maar anderzijds vinden we het ook heel belangrijk om de mantelzorgers en de mensen in de omgeving van mensen met dementie goed te ondersteunen. Hoe gaan we daar best mee om? Welke signalen moeten we trachten op te vangen? Dat doen we door workshops te geven, door infoavonden te organiseren, maar ook door activiteiten te organiseren die vriendelijk zijn voor mensen met dementie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een fietsriksja die uit te lenen is in ons dienstencentrum, waarin mensen met dementie toch de kans krijgen om te blijven genieten van mooie fietspaden, van mooie natuur. Maar anderzijds proberen we ook door culturele activiteiten te organiseren die de nodige rust inbouwen, zodat mensen met dementie daar toch ten volle van kunnen genieten. Ook in onze woonzorgcentra proberen we extra aandacht te geven aan dementie. We hebben onder andere de intentie om een dementievriendelijke tuin in te richten. En samen met ons cultureel centrum en erfgoed Lommel hebben we een initiatief opgestart en dat noemt zich Terugblik. Zoals ik daar straks al zei, heeft de stad samen met het cultureel centrum en erfgoed Lommel een nieuw initiatief ontwikkeld dat kan helpen om in gesprek te gaan met mensen met dementie. We zijn er best trots op. Het is eigenlijk een blikken doos en het heet zich dan ook Terugblik. En het geeft eigenlijk een inkijk in het Lommelse verleden. We merken dat er soms wel een drempel ervaren wordt om in gesprek te gaan met mensen met dementie. Het is sowieso al een gevoelig onderwerp en niet iedereen kan daar even goed mee omgaan, zeker niet in eerste instantie. En in die zin kan dit Terugblik een aanzet geven en ook meteen een prikkeling geven bij mensen met dementie om in gesprek te gaan en om dat gesprek iets gemakkelijker te laten verlopen. En het blijkt goed te werken. En zowel mensen met dementie als mensen die er geen ervaring mee hebben, kunnen er eigenlijk op een hele gemakkelijke manier mee omgaan. Vindt u het ook belangrijk om dementie onder de aandacht te brengen? Wel, dan zou u ons van harte plezier doen door op 20 augustus naar Lommel af te zakken om deel te nemen aan de wandeling tegen dementie. We gaan zo goed mogelijk ontvangen, we gaan u in de watten leggen en u kan dan komen meegenieten van onze prachtige natuur. Meer info kan u vinden op de website www.wandelingtegendementie.be en wij heten u van harte welkom in Lommel op 20 augustus. We kijken er naar uit.